Wij geloven als jongeren dat we een bijdrage moeten leveren aan elkaar en elkaar ondersteunen. De jongerenorganisatie De Toekomst heeft 6 laptops gedoneerd aan jeugdvertegenwoordigers. Het gaat in deze om de groep CARICOM Youth Officers en de SDG Youth Officers. Deze laptops zullen worden ingezet om de werkzaamheden ter behartiging van de belangen van de jeugd uit te voeren. Het is namelijk zo dat de jongerenorganisatie De Toekomst, daarin zit een aantal jeugdparlementariërs, welke we hadden benaderd dat eigenlijk beide korpsen, CYE en SDG, zitten met eigenlijk een tekort aan materiaal om eigenlijk het werk heel vlotter te laten verlopen. Als we denken aan verschillende projecten welke we moeten uitvoeren, dan denk je aan een stukje administratie, waarbij onze youth officers of youth advisors hun eigen laptop moeten inzetten. Ik denk dat met deze stap dat wij de laptops gedoneerd hebben gekregen, we eigenlijk op de goede weg zijn om het werk vlotter te laten verlopen, ook als we denken aan grote projecten welke om te gaan uitvoeren, waarbij de administratie op nagehouden moet worden. Dat denk ik aan het korps van de CYE en het korps van de SDG. Nou, we hebben eigenlijk vandaag is het een huwelijk feit dat wij 3 laptops hebben mogen ontvangen voor ons jeugdambassadeursprogramma. En we zijn blij. Het is een goede schenking, omdat het juist goed is aangekomen op het juiste moment, omdat wij zoveel projecten uitvoeren als jeugdambassadeursprogramma. En wij eigenlijk, of dat deze 3 laptops zeker een goede bijdrage zullen leveren aan ons werk, dat we dagelijks doen. Je praat over projecten. Wat mogen we op korte termijn verwachten aan projecten? Nou, ik denk dat we zeker zullen bezig zijn op het gebied van het creëren van meer awareness omtrent de 17 Sustainable Development, de UNSDG's, dus de ontwikkelingsdoelen. Het is belangrijk dat alle jongeren van Suriname en ook iedereen ervan bewust is dat deze doelen in het leven zijn geroepen om de aarde een betere leefplek te maken voor mens, plant en dier. En zodra wij die ontwikkeling kunnen brengen door middel van awareness, landelijk, dan denk ik dat we alle goede stap vooruit hebben gezet. We zullen de komende periode zeker jongeren uitnodigen om met ons te komen praten. Wij zullen ook naar de buurten gaan om dat te doen, naar de scholen. We zullen een scholentour opzetten of starten. En dus al dat soort zaken zullen we doen. Deze overhandiging heeft plaatsgevonden omdat wij als De Toekomst, wij willen andere jongeren stimuleren om te participeren. En we dachten van waarom niet een handje bijgeven zodat het makkelijk aan toe gaat. Vooral hoe ze nu ook commissies hebben in zo'n korps. We vonden dat onze jeugdambassadeurskorpsen ergens een aantal dingen ontbraken. Ze hebben zoveel groepen, jongeren die elke dag hier zitten. Anderen die geen laptop hebben, die moeten vechten om een laptop, wanneer ze kunnen komen. Natuurlijk, het ministerie doet zijn deel daarin, maar dat is natuurlijk niet genoeg. Omdat we landelijk opereren en de ene keer zijn we hier en op hetzelfde moment zijn de korps op een ander moment ergens anders bezig. Dus hebben wij gezegd, we gaan shoppen. We zijn sponsoringen gaan zoeken, we hebben brieven geschreven naar een aantal organisaties en een aantal winkels. En uiteindelijk hebben we een bereidwillige sponsor gevonden die heeft gezegd, weet je, ik vind het zo bijzonder dat jongeren elkaar ondersteunen. En in dit kader hebben we 6 laptops gesponsord gehad.